de bekende gelijkenis van de verloren zoon laat Jezus de vader tegen zijn knechten dit zeggen: breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. Lucas 15, vers 22. Je kent vast wel het verhaal van de verloren zoon. In deze gelijkenis van Jezus verbrast de jongste zoon zijn hele vermogen aan prostituees. Het Griekse woord voor vermogen betekende volgens de Griekse filosofie in die tijd zijn wezen of zijn identiteit. De verloren zoon was zijn identiteit als geliefd kind van zijn vader kwijtgeraakt. Als hij eindelijk weer thuiskomt bij zijn vader, zegt hij dan ook: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zegt verrassend genoeg tegen zijn knechten: haal vlug het beste kleed en trek het hem aan. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Heb jij wel eens bij stilgestaan wat Jezus bedoelde met het beste kleed? Het betekent dat God iedere verloren zoon en dochter die zichzelf is kwijtgeraakt, een onverwoestbare nieuwe identiteit aanbiedt. Christus zelf is het beste kleed waarmee de Vader in de hemel jou wil omkleden. Kijk de Daily Devotional van gisteren nog maar eens terug. Als je weet wie je bent in Christus, dan ben je in hem gehuld en gaat jouw karakter steeds meer op Jezus' karakter lijken. Stop er dus mee om je oude identiteit op te poetsen en ga genieten van je gloednieuwe identiteit in Christus. Je zult er een mooier mens van worden.